Isix, zullen we in deze video lang games zien van de Geralt of de VR-set? Er is dus deze skin, met deze editstel, en deze is dus van, trouwens van de Battle Pass. Deze Babbling, deze Pickaxe. Deze Glider, ik zal maar even zo doen. Dit is dus de Witcher Steel Sword, basic but effective. En dit was de Weapons of the Witcher, Near or Far, Human or Monster, You are prepared. En dan weer Geralt of Rivia, White Haired, Yellow Eyed, Monster Hunter voor Fire. Sorry, voor. Ja, wel voor Fire. IGN Sign, Behold the Sign of Fire. En laat hem dus zo zien als je zeg maar die pickers aan hebt staan. Dan laat hem dus zo zien. En dan zie je de rap. Het is animated zoals je kunt zien. En hij zal vast ook wel een loonscreen hebben. Dit is bijvoorbeeld een loonscreen van hem. En muziek de Wixel op dit moment niet. Dan kijk ik gewoon even hier. Dit zijn alle rewards dus. Loonscreen, Babbling, Spray, de emote. Zoals ik al zei, als je de zwaard aan hebt, dan houd je de zwaard dus vast tijdens de emote. Deze pickaxe dus. De skin. Even emoticon. Ja, de rap zoals ik al heb gezien. Een banner. De glider. En de editstel. Kunnen zien als de pickaxe pakt, dan doet ze hem terug in zijn babbling. Nu doet het zo de beeld in iemand, omdat ik die zwaard niet vast heb. En zodra ik het zwaard vast heb, dan doet hij hem zo. Zoals je kunt zien, dan houdt hij gewoon de zwaard erbij vast. De neef is een editstel. Dit was een gameplay van Geralt of Rivia, set. Dat was deze skin, deze uitstel. Deze babbling, deze pickaxe. Deze glider. Deze rap. Deze emote. En er waren nog een paar rewards bij, zoals ik alweer liet zien. Want het is deel van de Battle Pass en zijn secret questen, dus die je extra kunt doen. Dit is trouwens Phase 2. Je moet even Phase 1 hebben. Ja, dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en vergeet niet om te liken en te abonneren.